Voor Bobby zit het er nog niet op. Zij heeft een afspraak bij een praktijk in Assen met verloskundige Ankie. Ik ga naar Marit en Marit is 41 weken zwanger. Ja mensen, 41 weken en volgens mij nog een paar dagen. Ze was vorige week echt uitgerekend. Ja, en ik vraag me echt af hoe zij zich hier doorheen slaat, de laatste loodjes. Want wachten, ja, dat is echt vreselijk. En op een gegeven moment ben je er natuurlijk wel klaar mee. Hallo. Hoi. Marit. Bobby. Hi. Nou, wat leuk. Ja. Jullie verwachten een kindje. Ja, onze eerste. Marit. Yes. Hoi, kom maar verder. Nou, ik ga mee. Ja, zeker. Hallo, Ankie, verloskundige. Kom verder. Zorgbegeleider Marit en vrachtwagenchauffeur Danny zijn bijna 4 jaar samen en verwachten hun eerste kindje. Marit was tijdens haar zwangerschap vaak misselijk en kijkt dan ook reikhalzend uit naar de komst van hun zoon. Zo, hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Ben je al aan het wachten al een beetje zat of nog niet? Behoorlijk. Behoorlijk. Hij mag komen. Hij mag komen. Ja. 8 dagjes over tijd, ben je nu? Ja. Heb je al een beetje last? Heb je misschien wat voorweeën of iets? Nou ja, het drukt van onder naar beneden, maar... Het drukt een beetje. Ja. Nou, kan een beetje voorweeën eventueel zijn? Of het zou ook zijn dat de baby wat verder is gaan zakken, dat hij wat dieper is komen te liggen. Dat zie je nog wel eens. Dus ja, de lichamelijke ongemakken die zijn aanwezig. Ja, die worden niet beter meestal op het eind. Dus, maar goed. En voor je het weet is het zover. Ja? Ja. Jij ook spannend? Zeker, ja. Ja? Wel spannend, ja. Je weet niet wat je kan verwachten, hè? Dus dat is altijd wel heel leuk. Dat is het enige wat je weet. Luister. Het is over het algemeen is het geen pretje, dus je moet het op het ergste voorbereiden. Ja. Want dan kan het alleen maar meevallen. Precies. Nou, toch? Maar het is wel heel goed voorbereid, hoor. Dus, ja, en heb je ook echt een bevallingsplan? Ja. Nou, de bijzondere dingen, vooral dat hij hem zelf wil aanpakken, als het mogelijk is. Ik heb geen pijnbestrijding van tevoren afgesproken. Ik laat vooral de boel op me afkomen en het medische team weet wel wat er moet. En, het is voor mij de eerste keer, dus ik kan van alles opschrijven, maar... Nee, maar dat is zo. Ja, we gaan het zien. Ja, ja, ik weet ook dat ik een heel plan had, maar uiteindelijk... Nee, het is het belangrijkste gewoon dat je gewoon duidelijk aangeeft tijdens de bevalling precies wat je wel en niet wilt. En meestal voelen we dat ook wel eigenlijk wel aan, hoor. Dus we gaan het zien. Zullen we eerst de controles hier even doen? Yes. Ja? Wil ik even je bloeddruk meten? Mag ik jouw rechterarm? Het is heel belangrijk dat een hoogzwangere vrouw goed in de gaten gehouden wordt. De bloeddruk wordt gemeten en ze luisteren naar het hartje van de baby. Hartstikke mooi. Zullen we nog even naar het hartje luisteren? Yes. Even voelen aan de buik. Helemaal goed. Ja. Mag je op de bank komen liggen? Nou, mag je van mij je been nog heel even plat doen als het lukt? Hey, de baby voel je goed bewegen, Marit. Ja, mooi. Ik heb hem helemaal zien liggen aan de rechterkant. Maar... Ja, dat vond ik ook nou, die kleine zit hartstikke mooi ingedaald. Prachtig, mooi. Gaan we eens luisteren. Gelijk in één keer. Ja, goed hartje, hè? Goed, man. Ja, maar echt. Maar nu heel actief. Nou, die kleine doet hartstikke goed. Wat is dat? Gaat het straks eens schoppen. Het plan is dat we gewoon afwachten en hopen op het telefoontje. En dat we natuurlijk echt als Speedy Gonzales naar de bevalling toe kunnen rijden. Jullie zijn er helemaal klaar voor. En ik hoop voor jou echt dat het heel snel gaat gebeuren. Hopen wij. En dat je die kleine in jullie arm kunnen nemen. In Almere heeft Rowa ondertussen haar ruggenprik gekregen. Maar dat verloopt niet zonder complicaties. De hartslag van de baby gaat gevaarlijk omhoog. En dat duidt op een infectie. Arts-verloskunde Koen stelt Monika op de hoogte van de situatie. Als iemand een ruggenprik krijgt, is er altijd een kans dat iemand koorts gaat krijgen. En daarom houden we de moeder en het kind goed in de gaten. Die verhoogde temperatuur en een hoge hartslag bij de baby... die lijken nu toch echt veroorzaakt doordat er een infectie aan de gang is. Daar geven we er nu antibiotica voor. Een infectie waar? In de baarmoeder. Oké. Okay. Daar geven we er nu antibiotica voor. En de hoop is dat het daarmee de bevalling gewoon door kan zetten. Maar als het niet voldoende vooruit gaat... dan moeten we soms alsnog besluiten tot een keizersnee. Maar dat is in principe bij iedereen zo. Door de infectie en gevaar voor de baby is Rowa genoodzaakt rust te nemen... en besluiten de artsen dat er niemand bij haar op de kamer mag. En er zit voor Monika niks anders op dan te wachten op de gang.
En dan lijkt er opeens wat te gebeuren. Ik sta op de gang te wachten en ik krijg gewoon net te horen dat de baby is geboren. Maar ik heb geen idee hoe en wat, want nou, ik wist dat rond een uurtje of 8 zouden ze kijken hoe ver de ontsluiting was. Het is 8:05. Geboren en al. Ik snap er echt geen... Ja, ik durf niet zo naar binnen, maar ik ben een beetje in shock. Sorry, kom maar. Bloed zat nog aan de handschoen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hoi. We gaan lekker naar de wachtruimte. Veel bloeding. Eventjes rust nu. Ja, we gaan later terug, denk ik. Monica is in Almere bij de bevalling van Rova. Maar er is haar gevraagd om buiten te wachten. Ik sta op de gang te wachten. En ik krijg gewoon net te horen dat de baby is geboren. Uiteindelijk is de kleine Noah om 8:00 al geboren. En Monica mag op kraamvisite. Ik mag de kleine man eindelijk gaan ontmoeten. Ik heb hem een kleinigheidje meegenomen. En ik ben eigenlijk natuurlijk wel heel erg benieuwd wat er nou is gebeurd. Nu er wat meer rust is, mag Monica eindelijk op bezoek bij de pasgeboren baby van Rova en Gele. Hallo. Gefeliciteerd. Oh, net... Even borstvoeding geven. Blijkbaar lukt dat wel. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Dank je wel. Oh, klein mannetje. Ja. Hey, oh, wat is die knap. Dit is Noah. Oh, Noah. Ja. Oh, echt een mooi babytje, hoor. Noah Jelle Hoesijn. Wauw. Ja. Jelle naar mijn vader. Ja. En Hoesijn naar haar opa. Wat mooi, een mooie combinatie. En haar roepnaam Noah. En Oscar, wat een lief klein broertje heb jij, hè? Echt schattig. Kijk dan, hoe klein hij is. Nou, nu ben ik toch benieuwd. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Ja, ik kreeg persweeën door de ruggenprik heen. Dus het was niet echt pijnlijk, maar gewoon echt dat je die druk voelt. Mm-hmm. En ik dacht de hele tijd van, dit ga ik niet redden. Ik moet een keizersnee krijgen. Ik ging er eigenlijk een beetje van het ergste uit. Ja. Ja. Dus dan word je helemaal para in je hoofd. Maar dankzij de mensen om me heen heb ik het toch wel echt geklaard. Omdat Rova zwangerschapsdiabetes heeft, moet de kleine Noah gelijk onderzocht worden op zijn suikergehalte. Dus dat is een klein prikje in het hieltje. Ja. Ik weet het, is niet leuk, hè? Ik weet het. Het is zo gedaan. Je voelt het niet meer. Nee, het is oké. Hij speelt te laag. Hij is 1,2. Dan moeten we er meteen wat glucose aanbieden. Dat gaan we doen in de vorm van een flesje. Oké, dan. Ja? Het is oké. Komt het daardoor? Ja, het is oké. Mami is hier. Is hier. Ach, lievertje. Noah begint al gretig te zoeken naar moedermelk. En Monica is blij dat ze kan helpen. Zal ik hem anders even omhoog trekken? Ja. Ik denk dat ze al met extra glucose. Oh, kijk, daar is een flesje. Kom. Het is oké. Het is oké. Dat er zo min mogelijk lucht bij komt. Oh ja, natuurlijk. Omdat zijn suikergehalte te laag is, wat schadelijk kan zijn voor de hersenen, krijgt Noah een flesje kunstmelk. Ik denk dat ik jullie lekker alleen ga laten. Lekker laten genieten. Mm-hmm. Ik vond het super, echt super bijzonder dat ik er voor een groot deel bij heb mogen zijn. Hartstikke bedankt daarvoor. En ik wens jullie al het geluk toe. Dankjewel. Echt, oh, het is jullie zo gegund. Ja. Oh, dag kleine Noah.